Goedendag, dit is het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. Een vrouw van 57 jaar is omgekomen na een ongeluk op de A12. Ze was tegen de vangrail aangereden en daarna stapte ze uit en stak de weg over. Daarbij werd ze door een andere auto geschept. De snelweg werd aan beide kanten afgesloten voor alle verkeer. En op de A12 bij Hoofddorp is een 4-jarig kind uit Zoetermeer om het leven gekomen na een ongeluk. Hij zat bij zijn ouders en een ander kind van 1 jaar in de auto. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De inzittenden van de andere auto zijn aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Eén van de twee is een profvoetballer van Heracles uit Almelo. In Den Haag is gisteren een woonprotest gehouden en met de demonstratie liepen enkele duizenden mensen mee. Er werd gepleit voor een menselijker woonbeleid. Vooral de prijzen van koop- en huurwoningen lopen ernstig uit de hand. Volgens de demonstranten is het gevolg van politiek bewust beleid. Eerder werden soortgelijke protesten gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Tilburg en Nijmegen. Volgens de politie is de demonstratie gemoedelijk verlopen. In Westland zijn vanaf 2014 steeds meer bomen bijgekomen. Nu zijn er nog plannen voor de aanleg van minibossen, de zogeheten Tiny Forest. Die moeten de gemeente groener maken. Maasdijk krijgt de primeur binnen Westland met het eerste Tiny Forest. De kinderen van de scholen Het Kompas en de Aventurijn krijgen straks les over de natuur in een eigen soort groen buitenlokaal. Door verstedelijking, digitalisering en een druk bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Het Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur in Westland te verbinden, aldus de gemeente. Wethouder Vreugdeneel van Westland heeft samen met onder andere kinderarts Nico van der Lely de escape room Effe Serieus geopend. Dit is een omgebouwde truc waarbij het thema alcoholgebruik onder jongeren bespreekbaar wordt gemaakt. De truc rijdt komende maanden langs scholen en sportverenigingen om voorlichting te geven. Via het spel in de escape room kan de jeugd de uitdaging aangaan om te ontsnappen. Dit project zou eigenlijk vorig jaar al uitgevoerd worden, maar door de coronacrisis zorgde dat voor vertraging. Het is gericht op de Westlandse jeugd van 12 tot en met 15 jaar. De scholen en verenigingen kunnen gratis gebruik maken van de escape room. Voor de uitvoering werkt de gemeente samen met onder meer GGD Haaglanden, Vitis Welzijn en B-Rijder. Vrienden van Den Haag brengen een serie van 8 nieuwe wenskaarten uit. De eerste serie wordt uitgereikt aan wethouder Mulder van Financiën en Stadsontwikkeling. Jaarlijks organiseert de vereniging een fotowedstrijd voor wenskaarten. Dit jaar deden 12 fotografen mee. Uit de inzendingen zijn 8 foto's geselecteerd. 4 met een winterthema en 4 met een algemeen thema. De wenskaarten zijn te koop bij de diverse musea en boekwinkels en volgende maand ook in de centrale hal van de bibliotheek aan het Spui. De vereniging Vrienden van Den Haag heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden. Met kleine energiebesparende maatregelen kunnen Delftse inwoners op een makkelijke manier hun energieverbruik verlagen. Ze kunnen een cadeaubon aanvragen ter waarde van 55 euro. Deze kan worden ingewisseld voor kleine energiebesparende producten, zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop. Via de website van het regionaal energieloket Delft kan de bon worden aangevraagd. Daar staat ook waar die kan worden ingewisseld. Delft wil in 2050 energie-neutraal zijn en daarvoor moet nu al actie worden ondernomen, aldus wethouder Brandlicht van Duurzaamheid. Ook huurders kunnen hun woning comfortabeler maken en op een energiekosten besparen. Voor kleinere maatregelen in en rond het huurhuis kunnen de inwoners zelf aan de slag zonder toestemming van de verhuurder. De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de door de gemeente Delft genomen coronamaatregelen. Iedereen is wel met iets geconfronteerd dat door corona veroorzaakt werd. Een korte reportage. Sporten en zo, het is allemaal anders. Ja, kosten lopen door en geen omzet, dus dat is natuurlijk heftig. De leuke etentjes, de bezoekjes, dat mis je gewoon.
De coronacrisis heeft belangrijke consequenties voor iedereen. Voor de burgers, voor de ondernemers, maar ook voor het bestuur. Daar heeft de Rekenkamer van Delft onderzoek naar gedaan. En in deze video vertellen wij u de resultaten. In deze video blikken we terug tot en met mei 2021. En heeft u nog wat gemerkt van de maatregelen die de gemeente genomen heeft in de stad? Ja, van die billboards en heel veel ordehandhavers. Ja, dat is duidelijk aanwezig natuurlijk. De gemeente verwachtte een groei van inwoners met problematische schulden. Ze speelden hierop in door de schuldhulpverlening te intensiveren. De coronacrisis heeft negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid van studenten. Ook het psychisch welbevinden van kwetsbare groepen is een aandachtspunt. De coronacrisis versterkt maatschappelijke problemen zoals tweedeling en eenzaamheid. De rol en de verantwoordelijkheden van de gemeente hierin zijn niet geheel duidelijk. De gemeente heeft in de ondersteuning van de ondernemers vooral een belangrijke rol in het uitvoeren van rijksregelingen en de informatievoorziening. De gemeente ondersteunt de ondernemers onder meer in het niet opleggen van reclamebelasting. Zowel bestuurlijk als ook ambtelijk was er intensief contact met de ondernemers in de stad. Ondernemers waardeerden de rechtstreekse contacten erg. Horeca, toerisme en evenementen zijn in Delft in ernstige mate geraakt doordat de landelijke coronamaatregelen erop gericht waren om het samenkomen van groepen mensen te voorkomen. De gemeente heeft maatregelen genomen om horecaondernemers te ondersteunen, zoals het mogelijk maken van terrasuitbreiding en het kwijtschelden van belastingen. Gesproken horecaondernemers en KHN-afdeling Delft zijn positief over de nauwe betrokkenheid van de gemeente. De gemeente vraagt horecaondernemers hoe het gaat en wijst hen actief op nieuwe ondersteuningsmaatregelen. Verder heeft de gemeente een structuur opgezet om belangen in de binnenstad naast elkaar te leggen en lokale afwegingen te maken. En wat betreft de evenementen is de gemeente coulant omgegaan met de evenementensubsidies van 2020. De gemeente heeft via huur, erfpacht of subsidie een financiële relatie met maatschappelijke organisaties. Deze organisaties konden gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling coronamaatregelen maatschappelijke instellingen. Deze was door de gemeente opgetuigd. De financiële impact op sportverenigingen in 2020 is grotendeels opgevangen door steunmaatregelen. En daardoor lijkt het mee te vallen. Voor binnensport heeft de gemeente huren kwijtgescholden en buitensport kon gebruik maken van landelijke regelingen. De coronacrisis heeft belangrijke consequenties voor iedereen in de stad. Tegelijkertijd is er sprake van veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Op de lange termijn, zo verwachten veel Delftenaren, zullen er geen ingrijpende gevolgen zijn. Wilt u daar meer over weten? Lees dan ons rapport. Het hele rapport is te lezen op de website van de gemeente Delft. Op de Loevesteinlaan in Den Haag is een verkeersregelaar mishandeld. Dit gebeurde nadat hij iemand aansprak op zijn gedrag. Agenten kregen de melding van een agressieve automobilist. De verdachte, een 35-jarige man uit Den Haag, probeerde tegen het verkeer in de Hengelolaan op te rijden. Toen de verkeersregelaar hem stopte, stapte de bestuurder uit zijn auto en schopte de regelaar. De dader werd vervolgens tegengehouden door omstanders, maar wist te ontkomen. Dankzij een duidelijk signalement en verklaringen kon hij snel worden aangehouden. Hij zit vast voor mishandelingen. De bezuinigingen op de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg zijn van de baan. De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een voorstel van PvdA en D66 om de bezuiniging uit de begroting te schrappen. De dienstverlening kan nu op peil blijven. Bedoeling was om de komende 2 jaar 200.000 euro te bezuinigen op de diensten van de bibliotheek. De partijen hebben er altijd voor gepleit dat de vestigingen in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk behouden blijven en dat de inwoners betrokken worden bij het uitwerken van de toekomstplannen voor de bibliotheek. Volgens hen is de bibliotheek te belangrijk om op te bezuinigen.
Gebruikers van deelfietsen in Haaglanden kiezen vaak voor een fiets van de NS. Bij deelbrommers is GoSharing het meest populair. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope. Op de derde plaats staat Uber Snapcar. Dat zijn auto's van particulieren die gedeeld worden. De meest genoemde reden voor het gebruik is de kostenbesparing. En daarna wordt duurzaamheid als drijfveer genoemd. Jongeren zijn het meest geïnteresseerd in deelmobiliteit. Zo is 1/3 van de 18 tot 34-jarigen van plan om een deelauto te gebruiken. Voor 35-plussers is dit 11%. Rijswijk trekt bijna €600.000 uit voor de Rijswijkse cultuursector. Dit doet de gemeente om instellingen te ondersteunen bij de gevolgen van de coronacrisis. Lokale culturele voorzieningen hebben de laatste tijd te maken met veel onzekerheden. Daar komt nu het coronatoegangsbewijs bij. Door deze steun kan het cultuuraanbod in stand worden gehouden, aldus wethouder Besteman van Cultuur. Het geld dat Rijswijk beschikbaar stelt komt uit het steunpakket voor de culturele sector van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met de Wassenaarse gemeentelijke zorgpolis kunnen inwoners met een lager inkomen zich verzekeren tegen zorgkosten. De collectieve zorgverzekering biedt uitgebreide vergoedingen tegen een betaalbare premie. Inwoners met een netto gezinsinkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen de gemeentepolis afsluiten. De maandpremie van de gemeentepolis kan hoger zijn dan die van de huidige zorgverzekering. Maar de collectieve verzekering vergoedt veel behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen. Bij veel zorgkosten zijn Wassenaarders dan vaak toch voordeliger uit. Tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht, fijn weekende en blijf gezond.